Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We zijn vanochtend al op tijd opgestaan, hè? En nu zijn we aanbeland bij het fruitje. Hier zit nectarine in, aardbeidjes, stukjes aardbeien en pruim. En dan gaat Jordi nu eten. En ook een koekje natuurlijk. En Brinta. Moet je wel kouwen, hè? Mama heeft er stukjes in zitten. Vind je het lekker, jongen? Is lekker, hè? Allemaal rond de combinatie eigenlijk ook wel goed te pruimen. Haha, er zit pruim in. Papa is thuis. Die ligt hier op de bank. Jordi ligt inmiddels in bed. Ik ben eventjes naar bed geweest, want ik was zo verschrikkelijk moe. Ik hield mijn ogen nog niet eens meer open. En Liam was net een beetje aan het jengelen. Ja. En jij wil gewoon aandacht. Ja. Jij wil gewoon aandacht. Jij wil gewoon aandacht, hè? Dat je gewoon aandacht wil van ons. Ja. Ja. Wil je praten tegen mama? Ja. Wil je lekker praten tegen mama? Oeh. Oeh, kusjes. Liam krijgt nou zijn flesje. Hopelijk gaat hij dan lekker slapen zo. Toch, mama? Ik hoop het wel. En dan kunnen wij ook lekker slapen, want we zijn allebei hartstikke moe. Ja, ik hoop dat hij vannacht wel doorslaapt. Hij houdt zijn ouders in ieder geval bezig. Ja, maar dat deed Jordi het eerste jaar ook, hè? Hmm. Ja, eerste anderhalf jaar. Nou, die ligt gelukkig te slapen. Gelukkig wel. Als die zijn nachtrust niet goed krijgt, dan hebben we ook feest. Hmm. Nou, wel trust, schatje. Ja, jij gaat zo wel slapen. Wel trust, hè? Een hele goede morgen. Wij zijn vanochtend al heel eventjes lekker op pad geweest. We zijn net terug. We zijn heel eventjes naar de supermarkt geweest voor Jordi om te wennen. Want ja, ik ga nu iedere keer zonder Jordi en Liam. En we merken gewoon dat Jordi heel veel last heeft van het sociale aspect dat hij mist. En ik heb met de lokale winkel die hier in de buurt zit, heb ik gewoon gevraagd of dat kon. Dat ik met Jordi desnoods een paar rondjes liep en dan weer ging. Zodat Jordi in ieder geval weer een beetje kan gaan wennen. Want ja, het is gewoon geen doen zo... Ik moet elke zondag moet ik naar de winkel toe, want anders heb ik niks in huis. En het is niet zo dat ik elke dag naar de winkel zal gaan, maar gewoon iedere paar dagen heel eventjes een keer. En dan dat hij daar in ieder geval aan gaat wennen, want het is voor hem gewoon geen doen. Hij ziet niks, hij ziet niemand en
Ik kan wel gewoon gaan wandelen op straat, maar daar kom je ook eigenlijk niemand tegen of iedereen loopt met een grote boog om je heen. En het is niet zo dat hij, ik wil dat mensen hem besmetten of zo. Maar ja, van 2 meter afstand bij wijze van spreken, daar heeft hij al genoeg aan. En ook als iemand bijvoorbeeld spontaan de hoek om kan lopen en weet je wel, van zulke dingen, dat hij daar niet van schrikt. En daar schrikt hij nu dus wel van als er onverwachte dingen gebeuren. Dus daar gaan wij nou mee starten om dat ook eventjes een beetje, ja. In ieder geval, ik heb vandaag een potje fruit, omdat we dus iets later terug zijn. En als ik nu nog fruit ga maken, dan wordt het wel heel laat voor dit mannetje. Dus vandaar dat hij nu dus een potje krijgt. En ja, daar doen we het allemaal mee, denk ik, hè? Hij heeft in ieder geval vannacht goed liggen spoken, deze Jordi. Hè? Die heeft vannacht ook bij ons uiteindelijk in bed gekomen. Jordi, of mama niet deed de tekst. Nee. Dus ja. Dat. Liam ligt nog lekker in de wandelwagen te slapen. Die vond het ook heerlijk om te wandelen. Iets wat ik eigenlijk te weinig doe. Maar ja, doelloos gaan wandelen, daar ben ik niet zo in mijn uppie met kindjes van. Dat doe ik liever gewoon met Niels, dat ik iemand mee heb om mee te kletsen. Hey, dat is een boertje. Ja, dat is een boertje. Dat was een boertje. Ja. Lekker stuk. Jordi is weer wakker. Hey jongen. Ben je lekker oranje aan het drinken? Of heb je hem alweer op? Ben je hem allemaal weer in de maling aan het nemen? Ik denk dat hij me weer in de maling aan het nemen is. Maar ja, laat hem nog maar je leven mama tijd hebben. Liam heeft net ook zijn fles gehad. Die heeft ook mama tijd gehad. Die ligt nu hier lekker in zijn zitzak. Boomba mee te kijken. Want ja, Jordi zit Boomba te kijken. Dus hij moet verplicht meekijken. En dan ga ik daar eten koken. Want dat is ook weer nodig. Het is er alweer tijd voor. Kom hier met je voet. Wat zeg je? Talk to the food. Hij is zo lenig, hè, die Jordi. Volgens mij is Liam een stuk stijver. Jordi is zo lenig als mij van vroeger. Die kan echt de benen gewoon echt in zijn nek leggen. Al vanaf baby af aan. En Liam die is zo stijf als een hork. Ja. Gelukkig hebben ze de genen van ons allebei. En kan Niels niet zeggen dat die van de melkboeren zijn. Hé jongen. Ik ben niet van de melkboeren, hè? Nee. Even proberen ze flesje af te pakken. Want dat is vaak ook een dingetje. Ik zal het proberen te filmen. Proberen om het goed op beeld te krijgen. Hallo, die voet hoeft er niet bij, hè? Die zit weer met zijn voeten. Ben je klaar met drinken? Mama flesje hebben? Mama flesje hebben?
Dit moet ik vaker filmen. Hij heeft hem gewoon gegeven. Normaal is het altijd ruzie maken. Hé, jongen. Normaal is het altijd ruzie met jou maken. Ja. Hè? Lekker neusje van mama. Niels die is ook weer thuis. Ja, Niels die die heeft een keer bingo. Liam die heeft gepoept. Yay! En had ook nog eens flink goed gepoept. En het stinkt. Het stinkt. In plaats van de achterkant er bovenuit kwam het aan de voorkant er bovenuit. Dus, Ja, dus. Dus Niels die is Liam nou aan het schoonmaken. Maar ja, ik heb het straks ook gehad. Hij heeft gelukkig wel enigszins gepoept. Alleen ja, het is even de vraag of dat blijft. Want Jordi die deed dat ook wel eens zo een week ineens poepen. En dan niet. En hij bleek toch ook heersprong te hebben. Dus ja. Maar dus. Is hij schoon, papa? Het blijft afgeven. Blijft het afgeven? Dan krijg je ervan, hè, babypoep. Maar het gezicht van Niels had je net moeten zien. Ik was net te laat met filmen. Jordi ligt eindelijk te slapen. Niels is heel eventjes naar een vriend. En Liam die heeft zijn dagelijks huiluurtje. Dus die ligt nou even lekker bij mama. Dan is hij weer wat rustiger. En hij stopt al heel de dag zijn hand in zijn mond. Ja, die op je hand sabbelen. Tutje wil die nu niet. Dus dan doe ik maar met zijn hand, hè. Ja, wil je nou lachen? Kan heel die vuist in je mond ook, of niet? Want dat probeer je wel de hele tijd, hè? Heel die vuist. Ja. Ja. Ik had vroeger alleen genoeg aan mijn duim, maar hij duwt zijn hele hand erin. Nou, je probeert je duim ook te doen, hè? Maar hij snapt het nog niet echt. Ja. Zoals jullie zien krijgt Liam nou de fles van zijn moeder. Van zijn moeder... Liam, zijn moeder. Jij spoort niet. Liam, zijn moeder. En zijn vader. En Jordi ligt lekker te slapen. Hierboven. Ik heb Jordi net de deken weer over zich heen gedaan. Had hij hem er wel afgegooid? Ja, dat heeft hij van zijn moeder. Jij gooit al dekens van je af, dat doe ik niet. Ik steel ze altijd. Oh. Daar zijn we dus nog niet over uit. Zo hebben we de hele dag discussie van, dat heeft hij van jou, dat heeft hij van mij. Ja, hoezo? Alle slechte dingen heeft hij van jou en alle goede dingen van mij. Mm-hmm. Ja, dat is echt zo. Hij ook, heeft ook alle goede dingen van mij, alle slechte dingen van jou. Wij gaan deze vlog afsluiten. We gaan lekker naar bed. Als Liam zijn flesje op heeft. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken.
En tot de volgende keer. Doei, welterusten. Doei, welterusten.